vroeg aan de jury of ze het woord rap mee mocht zuiken in het woordenboek, maar daar stond er weer in. En ik heb gezegd, in de mastboek woordenboek Engels, grunners de biepakken, maar de jaren naar wie dus dat wat mij was. Een mengelmaus van Eimtietstoeltje met veel humor. Eigenlijk is het gedicht een rap en het zal dan op schier lezen en schrijven het gedicht ook zo'n rap. En ik begreep dat er ook een bedoeling is. Wacht even, maar. Is dat al in orde van Bert? Ja, toen zei okay. Zij wel. Laten we met deze microfoon nemen. Oké. Okay. Wacht, piep voorbij gehaald. Want hier is in de grunnies en dan ken ik wij verschieten. Maar toch wil ik wij voor nooit zijn. Nee, ik gaf voor de eerste plaats. En heb ik het gemaakt en dan nog dan de grunnies groot. En ik heb een kopje riek. Want dit is Nike. Ja, ik heb mijn kopje de beat. En ik schrijf al. Nee, ik ben aan het schrijven. Een poppel grunnies blijft maar. Ik moet bij verdienen. Nee, ik kom niet verzieken. Ik breng alleen maar vreugd. Want ik kom van het noorden en ik ben nog van de jeugd. En het is mijn eerste keer dat ik verplicht ben om te broden en net bevalt me zeer. Ik douw het zo weer, zet de grunners op de kaart. Vrolijke molens en kiek de lopen schoor. Ik stop een roer met een microfoon in mijn hand. En dit is niet mijn eerste keer, maar ik ben ook niet bij de hand. Ik begrijp dat. Ja, dan mag er nog even deur. En ook draagreden. Bedankt. En vroeg toch aan de jongen. Ja.